Minister Patrick Pengel van OWTNC heeft een uitgesproken mening wanneer het aankomt op het imago van de NV Havenbeheer. Het kan er bij de bewindsman niet in dat er vanuit de samenleving met de vinger naar havenbeheer wordt gewezen in zaken de grote drugsvangst. Integendeel heeft hij de gecombineerde unit die deze visvangst heeft gedaan, gecomplimenteerd voor hun speurwerk. En het feit dat deze partij in beslag is gelegd en niet is uitgevoerd, dat is een compliment waard. En ik zou ze willen zeggen, ga zo door. Dus het imago van de haven is juist vanwege deze drugsvangst, denk ik, met een paar streepjes omhoog gegaan in mijn ogen. We moeten deze diensten blijven ondersteunen. De douane, de recherche, de politie, de inlichtingendiensten. We moeten ze juist vragen, wat heb je nog meer nodig om nog meer te kunnen doen, zodat de mensen die zomaar vinden uit het hoofd Suriname bestempelen als narco-staat, want dat is de grootste onzin. Wij horen niet bij de vraag en aanbod, nog aan de vraag, nog aan de aanbodzijde. Laten we de landen die aan de vraagzijde zijn en waar het spul terecht komt en waar er ook nog verder distributie gaat, laten we het stempel bij hun opplakken. Waarom moeten wij als Surinamers onszelf dat imago aanpraten? Dat vind ik de grootste onzin. Ik sta er totaal niet achter. Ik ben niet naïef. Het is, ik weet in welke wereld we leven. En dat zeg ik gewoon op persoonlijke titel. Ik wil gewoon dat we onze diensten veel meer ondersteunen. Dat we veel meer van deze zaken aan het licht brengen. Dat er veel meer van dit soort dingen gebeuren. Dat er drugsvangsten gedaan worden. En dan ga je zien dat deze diensten gewoon hun werk doen. Pengel wijst er verder op dat wij met een positievere blik naar onze diensten en instituten moeten kijken. Volgens de minister verdienen de werknemers van de NV Havenbeheer op een eerlijke manier hun boterham. Ten aanzien van het voornemen van de regering om de Suriname rivier uit te baggeren, zegt de OWTNC-minister dat de draad het vorig jaar weer is opgepakt. Ook na overleg met de stakeholders, de rederijen, de verschepingsmaatschappijen, de exporteurs die erop aandrongen en ook de MAS die erop aandrongen van één minister, het heeft economische gevolgen voor ons. Onze exportkosten nemen toe, omdat de verschepingsmaatschappijen hun kosten per ton verhogen. Omdat ze ook geconfronteerd worden met verhoogde verzekeringsbedragen, verzekeringspremies. In verband met het risico van vastlopen van schepen enzovoorts enzovoorts. Dus er is een sneeuwbaleffect naar verschillende actoren. We hebben het toen meteen opgepakt, eind april, begin mei, na de gesprekken. Zijn we teruggegaan en we zijn gaan kijken naar het programma van Eisen. We hebben, dus dat is ook aangepast. We hebben MAS gevraagd om nieuwe metingen te doen op de rivier, dat we geüpdatede nautische data hebben. En met NIMOS zijn we gaan kijken naar het updaten van de milieustudie. Het is ons instituut dat we moeten respecteren, die geeft de richtlijnen wat het milieu betreft. En voor het project was een milieustudie uitgevoerd, maar die was nu al outdated. OWTNC-minister Patrick Pengel zegt dat het uitbaggeringsplan helemaal is uitgezet. Op korte termijn zal het ministerie opnieuw beginnen met het aanbestedingsproces. Pengel benadrukt dat dit project nog aan geen enkele partij is gegund. De bewindsman hoopt dat het baggerproject nog voor juni van start gaat.